Goed, dan stel ik het voor om toch maar te beginnen. Voor de mensen die al wel zijn ingelogd en het linkje hebben kunnen vinden, een hartelijk welkom bij dit webinar van de COP, de Community of Practice Beken en Rivieren en de STOA. En vandaag moet ik ook in het speciaal nog noemen het ONBN. Die ook een bijdrage levert aan dit webinar. En ik weet niet of Wim Wiersinga al is ingelogd. En anders dan kunnen we dat dadelijk straks nog wel even aandacht aan geven. In ieder geval dank ook voor jullie aanwezigheid en jullie betrokkenheid bij dit webinar. Het webinar gaat over het ecologisch functioneren van natte overstromingsvlaktes, met name langs onze grote rivieren. En Marijn Nijssen van Stichting Bargeveen is bereid om daar het een en ander te vertellen over een onderzoek wat gedaan is en een onderzoeksrapport wat verschenen is. En hij zal daar straks wat meer over uitleggen, want daar hebben nog meer personen vanuit de verschillende organisaties en koepels hebben daar een bijdrage aan geleverd. Het doel van dit soort webinars is het delen van kennis. En vooral ook het delen van kennis om te kijken wat de ervaringen nu zijn bij het toepassen van dit soort kennisbronnen. Dus de brug te slaan tussen theorie en praktijk. En we doen dat met een klein team. En we hebben het netwerk van de COP Beken en Rivieren. Als u daar interesse voor hebt of als u daarvoor in geïnteresseerd bent, dan kunt u dat vinden op de website van de STOA, onder het kopje COP Beken en Rivieren. En als u wilt, kunt u zich daar ook melden als belangstellende voor het netwerk Beken en Rivieren. Even wat betreft de huisregels. U ziet onderin de Q&A-knop en de chatknop. De chatknop die moet je in principe niet benutten. Dus als je een vraag hebt naar aanleiding van de presentatie of over een onderdeel van de presentatie, dan kun je die stellen in de Q&A. En Marijn zal zelf aangeven straks hoe de chat benut kan worden voor een aantal specifieke vragen tijdens de presentatie. Dus gebruik in principe de Q&A. En de chat kunt u gebruiken op verzoek van de presentator. Dan willen we altijd aan het begin van het webinar even kijken wat voor vlees dat we in de kuip hebben. En ik vraag even Michelle om de eerste poll tevoorschijn te toveren. Die gaat over de organisatie waar u werkzaam bij bent. Om te kijken of we een beetje een goede spreiding hebben over de verschillende organisaties. Of dat we nog wat zendelingen werk te verrichten hebben. Nou, Michelle die houdt ook een beetje in de gaten of er voldoende mensen zijn die de poll hebben ingevuld. Krijgen we eerst het overzicht, Michelle. We zitten nu bijna aan de 100 deelnemers, dus dat was het doel voor vandaag. Kijk eens aan. Aantal mensen uit de waterschappen, hoogheemraadschappen, adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, de terreinbeheerders. Oh, nou, gelukkig ook uit de hoek van onderwijsinstellingen. En provincie vanwege het natuurbeleid. En ik ben altijd het meest benieuwd naar de club anders, dus daar moeten we nog iets voor verzinnen, Bart, dat mensen dan op die plek zeg maar ook iets kunnen invullen, zeg maar, als dat kan binnen deze pollsystematiek. Maar een mooie gemengde club als ik dat zo bekijk. Dankjewel, Michelle. Dan zijn we ook graag benieuwd naar nou, de verschillende expertises die we in huis hebben. Daar hebben we ook een poll voor gemaakt. Dus dat gaat over de functie die u bekleedt bij de betreffende organisatie. Is dat wat bestuurlijker of wat ambtelijker? Is dat meer in het onderhoud en beheer of is dat meer in de inrichting? Ook deze kunt u invullen. Of we wat meer beleidsmensen in huis hebben of uitvoeringsmensen of onderzoeksmensen. Want ook daar is het leukste voor onze COP om een beetje een menging te krijgen. Nou, veel adviseurs.
En verder zie ik wel een hele mooie spreiding over de aantallen. Nou, ook blij dat er een aantal vrijwilligers zich gemeld hebben. Want ook die kunnen met de kennis verder aan de slag. Oké. En heel weinig bestuurders. Dus daar hebben we nog iets te doen. Die taak zal ik op mij nemen. Maar we zijn ook nog benieuwd naar een tweetal vervolgvragen. Dan mag je de eerste alvast erin schuiven, Michelle. En dat gaat over hoe u bij dit webinar terecht bent gekomen. En dan zijn we ook altijd benieuwd naar via welke kanalen u bekend bent geworden met dit webinar. En ook daar krijgen we, als het goed is, een resultaat van. Nou, de mensen in het netwerk die krijgen ook gewoon onze eigen aankondiging. Een paar zijn er inderdaad via de website gekomen van de STOA. De mond-op-mond reclame begint ook al te lopen, Bart. Dus dat is ook goed om dat te weten. Oké, dan hebben we nog één algemene vraag voor de poll. Dan bent u een beetje warm gedraaid ook voor deze presentatie. En dat is of u wel eens ervaring hebt met werkzaamheden in verschillende onderdelen van het watersysteem. Op welk onderdeel u met name actief bent. Dus houdt u zich bezig met beken, met kleine riviertjes, met wat grotere rivieren. Met allebei ongeveer evenveel of met andere watertypen. Hè? Bent u meer een venne en poelen persoon bijvoorbeeld? Dat zou ook nog kunnen. Want ja, we heten eenmaal de COP beken en rivieren. Dus als het goed is, zou dat een beetje verdeeld moeten zijn over het totaal. Ook daar krijgen we nu reacties op binnen als het goed is. Kijk, nou, toch nog 30% die betrokken is bij grote rivieren. En allebei ongeveer evenveel is ook 17%, dus dat valt mij niet tegen. Oké, dank voor het delen van uw input op deze polls. Dan ga ik langzaam een bruggetje maken naar de presentatie. Marijn, je mag jezelf nog even kort voorstellen. En succes met de presentatie. Dankjewel. Ik ben Marijn Nijssen. Ik werk bij Stichting Bargerveen. Ik heb samen met een hele hoop andere mensen onderzoek gedaan aan het ecologisch functioneren van natte overstromingsvlaktes in het rivierenlandschap. En als het goed is. Even kijken of hij. Ja. We hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van OBN, Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit, en een stukje provincie Gelderland, die ook mee financierde met name aan het veldonderzoek. Het is eigenlijk vooral een bureaustudie geweest, door, zoals wij onszelf hebben genoemd, de combinatie Buiten Ooi, met Gijs Kursjens als projectleider, Alfons van Winden van bureau Stroming voor de hydrologie. Ik zelf heb dus meegewerkt vanuit Stichting Bargerveen en Chris van Turnhout vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland. Martijn Doornbos vanuit Ravon en misschien dat sommige mensen hem wel goed kennen. Henk Moller-Pilot, de oude rot in het vak op het gebied van fauna en beken en rivieren. Die heeft Prodeo meegedaan en een ontzettend hoop nuttige kennis gedeeld. Vervolgens hebben we nog afgelopen jaar was natuurlijk een heel erg mooi laat hoogwater en toen is het mogelijk geweest om in het gebied Buiten Ooi, waar wij onszelf naar vernoemd hebben, hier in de Ooipolder bij Nijmegen, om daar het water vast te houden en dus eigenlijk een overstromingsvlakte te creëren, om daarmee te experimenteren. En daar hebben we ook wat veldonderzoek aan kunnen doen, samen met Alexander Klink. Het is een behoorlijk breed onderzoek geworden en dat kan ook eigenlijk alleen maar als je met zoveel verschillende clubs samenwerkt. En dat is altijd heel erg inspirerend. Wat zijn overstromingsvlaktes? We hebben voor onszelf hebben we eigenlijk even een
definitie moeten verzinnen. Als je op internet kijkt, dan zijn er heel veel verschillende manieren waarop je het kan omschrijven. Voor ons ging het heel erg over het ecologisch functioneren. Dus we hebben gezegd, van, nou, het moet in het voorjaar en vroege zomer, moet het gebieden zijn, zones van een rivierengebied, die enkele weken tot maanden overstroomd zijn. En die overstroming moet eigenlijk zodanig een verandering op gang brengen in de fysieke en chemische condities, dat de dieren en de planten die daar speciaal op zijn aangepast van kunnen profiteren. Dus we hebben wat dat betreft een behoorlijk ecologische, of eigenlijk ja, misschien een gecombineerde ecologische, hydrologische omschrijving gegeven van overstromingsvlaktes. Ik heb hier eventjes de Pripyat in Wit-Rusland, of Belarus, zoals we tegenwoordig moeten zeggen, is een van de beroemdste rivieren wat betreft onderzoek aan overstromingsvlaktes. Dit is wat je ziet bij een natuurlijke rivier. Gigantische oppervlaktes waarin het rivierwater invloed kan hebben. Op het moment dat het in de winter en het vroege voorjaar buiten zijn oever stroomt. En daar eigenlijk nog heel erg lang aanwezig is. En dus maar heel langzaam weer wegzakt of naar de rivier terugtrekt. Zo'n overstromingsvlakte kan een paar kilometer breed zijn en bijvoorbeeld alleen al de Pripyat heeft een oppervlakte van ongeveer 170.000 hectare aan overstromingsvlaktes. Wat natuurlijk gigantische oppervlaktes zijn als je het met Nederland vergelijkt. Maar ook in Nederland hebben wij ooit hele grote overstromingsvlaktes gehad. In principe zijn eigenlijk alle lage delen rondom rivieren en dan met name de plekken waar rivierklei zich heeft afgezet en waar oeverwallen zijn ontstaan tussen de rivieren, het hoofdkanaal en de laagtes daarnaast. Daar blijft water staan nadat er een hoogwater is geweest. En dat zijn allemaal overstromingsvlaktes geweest. Dus vroeger hebben wij misschien wel iets van 400.000 hectare aan overstromingsvlaktes ook in Nederland gehad. Maar goed, jullie kennen allemaal de situatie op dit moment. Dankzij de dijken hebben we een heel veilig land, maar zijn ook alle overstromingsvlaktes eigenlijk verdwenen. Want buiten de dijken, moet ik dan zeggen, in het rivierengebied zelf wordt het water zo snel mogelijk afgevoerd. Binnen dijks, daar komt het water eigenlijk sowieso niet meer. Dus van die 400.000 hectare hebben we nu eigenlijk nog maar misschien enkele tientallen hectare over, of enkele honderden hectare misschien als je goed kijkt, waar af en toe het hoogwater nog langer wat kan blijven staan. Een van de belangrijkste gebieden daarbij is dus het gebied buiten Ooij bij Nijmegen, waar ik straks nog even wat plaatjes van zal laten zien. Omdat we er zo ontzettend weinig van hebben, hebben we het maar eventjes nu de missing link in rivierherstel genoemd. In een artikel van Gijs Kursjes en consorten 2014 in de Leven Natuur, die hebben dat eigenlijk voor het eerst opgemerkt. We zijn met rivierherstel heel veel bezig met nevengeulen en met dynamiek, met begrazing erbij. Ecosystem engineers zoals de bever. Grote successen worden er gehaald. Maar eigenlijk zijn die grote overstromingsvlaktes, dat zijn misschien wel de belangrijkste componenten, of het belangrijkste element in het rivierengebied, wat eigenlijk nog niet echt in het grote rivierherstelproject zit in Nederland. Maar waar we van verwachten dat er wel heel erg veel winst van valt te behalen. En de reden waarom dat we denken dat dat echt een gemis is in Nederland, even afgezien van dat het bij een riviersysteem hoort, was dat we eigenlijk best wel veel soorten nog nauwelijks zien terugkeren in Nederland. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde vissoorten en bepaalde vogelsoorten. En dat zijn eigenlijk allemaal soorten die behoefte hebben of belang hebben bij een heel hoog voedselaanbod in het late voorjaar en de vroege zomer. En dat hoge voedselaanbod, gewoon echt een bulkontwikkeling van allerlei insecten en amfibieën en vissen, dat treedt eigenlijk nauwelijks meer op dit moment. Maar dat is typisch iets wat wel in die overstromingsvlaktes gebeurt. En het theoretische verhaal erachter is door Junk et al in 1989 goed opgeschreven. Waarbij ze aangeven dat doordat er eigenlijk de hele tijd een oeverzone is die verschuift, zijn er continu plekken die onder water komen te staan, maar die ook weer droogvallen. En juist die combinatie van onder water komen staan en droogvallen, zorgt ervoor dat er heel veel nutriënten continu weer in oplossing komen. Want op het moment dat het droog valt, dan is alle vegetatie die zich daar ontwikkeld heeft, of alle algen die zich daar ontwikkeld hebben, die vallen droog, dan komt zuurstof bij en die kunnen afgebroken worden. Dat blijft ook in het systeem hangen. Op het moment dat er hoog water komt vanuit de rivier, dan wordt er vaak ook heel veel detritus en plantenmateriaal en voedingsstoffen worden ook nog verder aangevoerd.
En op die plekken, waar dus dat, die nutriënten die er al opgeslagen liggen van de vorige overstroming en die nieuwe nutriënten bij elkaar komen, daar kan gewoon een ontzettend hoge productie van voedsel plaatsvinden. En als je dan gaat kijken door die hele recycling, zie je dus dat de beschikbaarheid van voedsel, van voedingsstoffen op die plekken vele malen hoger is dan bijvoorbeeld in ooibossen of in de lager gelegen delen waar continu water is. Uiteindelijk zitten er in ooibossen natuurlijk misschien meer nutriënten opgeslagen, maar dat het continu beschikbaar komt, dat is echt heel erg typisch voor die oeverzone die nat wordt en vervolgens weer droog valt. Wat gebeurt er dan? Ja, er moet natuurlijk wel, het moet licht zijn en er moet warmte bij komen. Dat is een van de belangrijke redenen waarom we ook hebben gezegd van het moet laat in het voorjaar en het begin van de zomer plaatsvinden. Want licht en warmte zorgen ervoor dat zowel algengroei kan plaatsvinden. En dan hebben we het zowel over fytoplankton als perifyton. En ook allerlei microbiële activiteit kan plaatsvinden. En dat kan plaatsvinden vanuit opgeloste nutriënten en vanuit detritus. En uiteindelijk zullen ook allerlei watervlooien en andere kleine zooplankton daarvan van profiteren. Redelijk snel gaat daar ook de watermacrofauna op reageren. Daarin zie je dus dat de verschillende ecologische groepen, voedselgilden, gaan profiteren. Zowel de herbivoren als de detritivoren en de omnivoren. En vervolgens zijn er natuurlijk ook weer carnivore soorten die daarop van profiteren. Denk aan libellenlarven en een aantal keverlarven, et cetera. Een belangrijke groep wel zijn de dansmuggen, die veelal detrivoor zijn en die hele hoge dichtheden kunnen bereiken in dit soort systemen. En vervolgens kunnen zowel van het detritus direct, maar ook van alle microfauna en macrofauna, kunnen de vissen en de amfibieën en de vogels profiteren. Nou, dit lijkt een heel erg complex voedselweb, maar eigenlijk is de grote opbouw is eigenlijk heel erg simpel. De opbouw van het voedselweb gaat heel erg snel. De snelste dieren die hiervan kunnen profiteren, die hebben een week of 4 of 5 nodig om eieren af te zetten. En de eieren moeten uitkomen, de larven moeten ontwikkelen en er moeten weer volwassen dieren uitkomen. Maar vaak dan kost het een week of 8 of 10 à 12 om dat voedselweb echt goed op te bouwen. Maar dat is natuurlijk een hele korte tijd. En wat je vaak ziet, is ondanks dat het, wat hieronder staat, een redelijk ingewikkeld voedselweb te zien is, is dat het aantal stappen binnen zo'n voedselweb heel erg klein is. Vaak met 2 of 3 stappen ben je eigenlijk al bij vogels en amfibieën aanbeland. En het is dus echt een systeem wat heel erg snel kan reageren. Dit is misschien een beetje een ingewikkeld plaatje, maar ik ga hem even langzaam opbouwen. Wat ik al zei, wat belangrijk is, is dat er voldoende licht en voldoende watertemperatuur is. En in de loop van het seizoen neemt de watertemperatuur wat toe. En we hebben gezegd, dit is eigenlijk wel de minimale watertemperatuur die nodig is om die ontwikkeling van dat voedselweb, van die productie van algen en de activiteit van het microbiële leven op gang te brengen. En dit zijn de waterstanden. En je ziet dus, je kan een heel hoog water hebben in het begin wat heel langzaam uitzakt. Je kan een hoog water hebben wat heel snel uitzakt. Of wat lager water wat heel lang blijft staan. En die hebben allemaal een eigen typische eigenschappen. En eigenlijk kan je zeggen dat als je een hele hoge waterstand hebt die heel snel uitzakt, dan komt die op dit moment op het moment dat er de watertemperatuur voldoende is om dat leven mogelijk te maken, die ontwikkeling van al dat leven. Maar het zakt heel snel weg, waardoor eigenlijk de periode waarin dat water echt efficiënt is om dat voedsel wel op te bouwen, maar heel kort is. Als je een hele hoge piek hebt die heel langzaam uitzakt, dat is op zich wel mooi, maar zolang dat water nog een hele hoge, hoog waterpeil heeft, dus heel diep is, dan koelt het maar heel langzaam, of dan warmt het maar heel snel op. En dan is het toch heel lang te koel om echt goed te gaan ontwikkelen. En dan komt eigenlijk pas te laat in het seizoen, komt daar een echte ontwikkeling op gang. Dus wat je eigenlijk het liefste wil hebben, is een wat lagere waterspiegel. Maar die wel heel erg lang aanhoudt. Dan warmt het heel snel op en dan vervolgens hebben de soorten nog heel erg lang de tijd om daar te gaan ontwikkelen. Wat op een gegeven moment ook kan gebeuren, met name wanneer het water heel erg laag wordt en er ondiepe plassen zijn, dan kan het op een gegeven moment ook gewoon te warm en te anaeroob worden. En uiteindelijk is natuurlijk al het water verdwenen. Dus in die korte periode van, laten we zeggen, 8 tot een week of 12, moet het gebeuren.
Als we dan van boven kijken, wat gebeurt er nu eigenlijk? We beginnen even bij het hoogwater zelf, bij de overstroming. Wat je vaak ziet, als je vanaf hier de rivier bekijkt, vaak heb je bijvoorbeeld nog een nevengeul. Er zijn wat oeverwallen die misschien nog net een beetje erboven uitsteken, maar die wel op verschillende plekken overstroomd zijn. En ook een hoogwatervrij deel. En uiteraard is het achterland ook hoogwatervrij. Die hoogwatervrije delen zijn heel belangrijk voor het overleven van allerlei terrestrische fauna uiteraard. En op het moment dat daar het water begint te zakken, dan zie je vaak dat in eerste instantie er al een isolatie optreedt van het hele achterland. Dus eigenlijk de hele overstromingsvlakte. Die raakt redelijk snel geïsoleerd van, de stroombedding van de rivier zelf, achter die oeverwal. Wat je ook ziet is dat er een aantal eilandjes droog gaan vallen. Deze plek die was al droog, maar die wordt groter. Maar dit is bijvoorbeeld een plek die pas net droog valt. Die zijn heel erg belangrijk voor broedvogels, want die zijn namelijk vrij van predatoren. Dus dit zijn bijvoorbeeld in de Pripyat, als je daar gaat kijken, zijn dit de plekken waar al je steltlopers, je grutto's en je tureluurs, et cetera, gaan broeden. Daar is zowel voedsel in de randen aanwezig en er zijn geen grondpredatoren aanwezig. Dus een hele veilige plek om te broeden. Als het water nog verder uitzakt, dan zie je dat op een gegeven moment het grote deel van die overstromingsvlakte dus droog staat, al het witte, en dat er geïsoleerde watertjes op gaan treden die nog achterblijven. Sommige van die wateren die staan in verbinding met permanente wateren, dus die zullen ook bij het laagste waterstand nog steeds water behouden. Andere die drogen helemaal uit. Nou, die zijn ontzettend interessant voor soorten die heel snel kunnen ontwikkelen en vervolgens als adult weer ergens anders naartoe kunnen. Maar uiteraard niet voor bijvoorbeeld vissen die permanent water nodig hebben. Die zullen alleen maar hier uiteindelijk succesvol gaan overleven. Water trekt zich steeds verder terug en uiteindelijk heb je alleen maar de permanente water over en de rivierbedding. En het volgende jaar, als je dus soorten hebt, bijvoorbeeld vissoorten die ontzettend hebben kunnen profiteren van het grote voedselaanbod in die overstromingsvlakte, die overwinteren dan, overzomeren eigenlijk in de permanente wateren die overblijven. En bij het volgende hoogwater kunnen die ook weer in contact komen met de rivier en vervolgens nieuwe gebieden gaan bereiken. Nou, wat zijn dan soorten die daarvan kunnen profiteren? Ik heb het net eigenlijk vooral over het voedselweb gehad, namelijk dat er gewoon echt heel veel biomassa aan algen en kleine ongewervelden en daarmee ook grotere gewervelden kan optreden. Maar je hebt allerlei soorten die daarop zijn aangepast. En sommige zijn, zoals wij het noemen, de mobiele profiteurs. Dus die zijn eigenlijk altijd in het landschap aan het rondtrekken. Of die gaan heel bewust van het ene watertje naar het andere watertje. Maar die profiteren op dat moment wel van een heel erg voedselrijk hoogwater. Er zijn bijvoorbeeld verschillende dansmugsoorten. Bijvoorbeeld geslacht Hydrobenus is een soort die heel veel voorkomt. Je hebt ook zogenaamde overlevers. Dat zijn soorten die heel erg goed met droogval kunnen omgaan. Overigens zijn er ook een aantal hydrobenensoorten die als larven droogval kunnen overleven. Gewoon in het zand, in de klei. Maar de spookkreefjes, of de oerkreefjes worden ze wel genoemd, is een heel bekende groep daarvan. En hier bijvoorbeeld de slaapslak is ook een soort die tijdens hoogwaters kan ontwikkelen, kan groeien. En op het moment dat de waterstand te laag wordt, kan hij zich weer in een ruststadium in de bodem ingraven en op het volgende hoogwater wachten. Nou, vervolgens heb je een aantal soorten die voor het beleid natuurlijk ontzettend interessant zijn. En dat zijn met name hier de vogelsoorten. Zwarte ooievaar broedt helaas niet meer in Nederland, maar dat is natuurlijk altijd nog een doelsoort voor het rivierengebied, die wel van die overstromingsvlaktes zou kunnen profiteren. Maar voor het porseleinhoen is echt typisch een soort die bij zo'n overstromingsvlakte, op het moment dat die optreedt, vaak met piekmomenten voor gaat komen. En wat vissoorten betreft hebben we hier de kwapaal, een hele typische soort van een habitatwisselaar die van die overstromingsvlaktes gebruik maakt, maar in de periodes met laag water overleeft in de permanente wateren. En de grote modderkruiper die ook heel goed tegen enige mate van droogval kan. Dus we hebben allemaal hele specifieke soorten die profiteren van van het onderwaterlopen, maar ook weer juist van het droogvallen van die overstromingsvlaktes. Wat ik al zei, we hebben één gebied en dat is in de Ooipolder. Ik woon zelf bij Nijmegen en dus dat is ongeveer mijn achtertuin of mijn voortuin. En hier zie je het gebied buiten Ooi, zoals we het hebben genoemd. Hier de knalgroene winterdijk en hier de zomerdijk met daarin een sluisje. En de Waardse sluis
Hier is de Waal en op het moment dat er hoog water is, dan stroomt het hier over de Zomerdijk heen. De hele oude Waal en de gebieden er rondomheen komen onder water te staan. En door dit sluisje dicht te zetten, kan dat water heel erg lang achter die oever, het voormalige oeverwal, wat nu de Zomerdijk is, worden vastgehouden. En dat is precies de plek waar het nu nog af en toe lukt. Mijn collega Remco Versluis heeft daar hele mooie beelden van gemaakt. Ik hoop dat jullie ze ook kunnen zien. Het gaat niet altijd goed met filmpjes via de presentatie. Maar je ziet dus prachtig dat eigenlijk in de loop van 2 maanden tijd, eigenlijk iets te snel, we zouden het liever nog langer vasthouden, zie je dat het hoge water wordt vastgehouden en heel erg langzaam uitzijgt. Je ziet overal plasdras situaties ontstaan. En uiteindelijk zijn er alleen nog maar de meer permanente wateren die overblijven. Nou, en dit is eigenlijk precies het systeem zoals je hoopt dat het gaat optreden in overstromingsvlaktes. Nou is dit eigenlijk nog maar een vrij klein plekje. Dit zou je op veel grotere schaal en op veel meer plekken willen hebben. Maar we hebben daar wel leuk onderzoek kunnen doen samen met Alexander Klink van het Ecologisch Bureau Klink. En we hebben op 5 locaties hebben we en op 3 periodes, 4, 5 en 7 weken nadat dat de sluis dicht is gezet, hebben we kunnen kijken van ja, wat zit er nou eigenlijk, wat leeft daar? En je ziet op elke locatie zie je dat het aantal individuen van allerlei soortgroepen toeneemt. Dus je begint na 4 weken met vrij weinig individuen en op elke locatie zie je een toename. Nou is dat voor een deel is dat echt een ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld ook gezien dat we in ronde 1 of ronde 2 dat we nog juveniele, bijvoorbeeld wantsen en kevers vonden, die we in ronde 3 al als volwassen beesten hebben gezien. We vonden op een gegeven moment in ronde 2 of 3 vonden we ook soorten die we van tevoren nog helemaal niet zijn tegengekomen. Dus die het water echt nog hebben bereikt, dus gekoloniseerd in die periode. En wat ook gebeurt, is dat er droogval plaatsvindt, waardoor simpelweg de concentratie van de aanwezige dieren toeneemt. Want al zou je hetzelfde aantal dieren hebben, maar dat water krimpt in tot de helft van het volume, dan krijg je natuurlijk ook een veel hogere dichtheid aan individuen. Dat is in ieder geval voor de fourageerders, dus voor de vogels en voor bijvoorbeeld voor amfibieën die van ongewervelde eten, zijn dat ook hele interessante plekken, omdat daar gewoon een waanzinnige hoeveelheid voedsel bij elkaar ophoopt. Dus als we dan een beetje op een rij gaan zetten van ja, wat zijn nou echt de kenmerkende of de noodzakelijke processen eigenlijk in een overstromingsvlakte om ecologisch te laten werken. Er moet dus in ieder geval een voldoende lange inundatie zijn. De hele snelle soorten doen er 1 week of 4 over. Maar het liefst heb je toch minstens 8 weken en dan nog veel liever 10 of 12 weken. Dat je echt een opbouw van een voedselweb krijgt. Het is heel leuk als er in januari en februari al heel veel hoog water staat. Maar dan gebeurt er nog niet zo heel veel. Dus het moet echt, we hebben zelf gezegd van nou eigenlijk vanaf 1 maart of half maart is een beetje de periode dat het water voldoende opwarmt om ook echt tot die ontwikkeling te komen. Dus ja, je wil eigenlijk wat later in het jaar een hoog water hebben, niet alleen maar midden in de winter. En vaak is dat in Nederland een smeltwaterpiek die nog wat later in het voorjaar optreedt, die dan heel erg gunstig is. En die wil je eigenlijk vasthouden. Maar goed, als je een heel mooi hoog water hebt in de winter en je kan die vasthouden, dan scheelt het natuurlijk wel. Dus moet je vooral doen. Maar het is met name ook die smeltwaterpiek die dan wel een extra aanvoer oplevert. Er moet een connectiviteit zijn met de rivier. Ja, dat is op zich logisch. Het water moet er sowieso instromen. Maar dat is ook belangrijk om organisch materiaal en nutriënten en je soorten die vanuit de rivier komen, om die in je overstromingsvlakte te krijgen. En het volgende jaar, stel dat een aantal soorten die hebben overleefd in permanente wateren, dan wil je ook weer dat die soorten weer terug naar de rivier kunnen gaan. Nou ja, je hebt dus ook de connectiviteit van die tijdelijke wateren met de permanente wateren, de geïsoleerde wateren en moerassen in je systeem nodig voor het overleven van die aquatische soorten. En met hoogwatervrije delen, omdat er natuurlijk ook altijd amfibieën zijn en enkele zoogdieren en ook vogelsoorten die juist van het terrestrische deel afhankelijk zijn. Dus daar wil je ook de combinatie tussen hebben. En wat ook wel heel erg belangrijk is, is droogval en isolatie. Als het niet droogvalt, dan zullen er steeds meer aquatische predatoren zich gaan ophopen in die wateren. En die wil je juist niet hebben. Die ontbreken ook vaak in eerste instantie in de overstromingsvlaktes, waardoor er heel veel soorten zich snel kunnen ontwikkelen. En omgekeerd, wat ik al zei, als er eilandjes ontstaan, dus als je een grote overstromingsvlakte hebt en sommige plekken vallen droog, dan zie je juist dat daar vogels van kunnen profiteren.
verder optimalisatie, daar zijn we nog een beetje naar aan het kijken. Maar ja, wat wel logisch is, is dat gradiënten in relief heel erg belangrijk zijn. Hè. Ik heb net al aangegeven, sommige soorten die, elke soort eigenlijk profiteert ervan dat er isolatie optreedt van of van eilandjes of van plassen. Elke soort heeft ook een andere ontwikkelingsduur. Op het moment dat je gradiënten in je terrein hebt, of in het relief van je terrein, dan zullen automatisch voor heel veel soorten daar gunstige omstandigheden ontstaan. Waar we wat minder grip nog op hebben, is variatie in substraat- en vegetatiestructuur binnen zo'n overstromingsvlakte. Ja, het spreekt voor zich dat als je zowel rietlanden hebt als bossen en struweel en graslanden, dat je dan meer soorten ook kan faciliteren. Maar hoe dat precies zit, daar zijn we nog niet helemaal achter. Uiteraard moet je een redelijk oppervlak hebben. We hebben gezegd van dat eigenlijk 20, 25 hectare overstromingsvlakte binnen een grotere uiterwaard van ongeveer 100 hectare is eigenlijk wel een beetje het minimum wat je zou willen hebben. Maar voor sommige vogelsoorten, bijvoorbeeld de porselein, hoen, roerdomp, woudhaap, wil je nog veel grotere systemen hebben. Uiteraard een goede waterkwaliteit, maar als we naar de resultaten van buitenooi kijken in de afgelopen jaar, dan lijkt dat wel redelijk in orde nu. Dus de waterkwaliteit lijkt voldoende te zijn verbeterd om dat in ieder geval mogelijk te maken. En wat ook mooi zou zijn, maar dat heb je ook maar op weinig plekken in Nederland nog, is dat je, als je nog invloed hebt van kwel en lokaal regenwater, dan kan natuurlijk je hoogwaterpiek nog langer aanhouden en gaat je uitzijging uiteindelijk wat langzamer, waardoor je veel langer dat water vast kan houden. Nou, we hebben natuurlijk gekeken waar dit nog kan in Nederland. Daar is met name Alfons van Winden van bureau Stroming mee bezig geweest. En op basis van die ecologische eigenschappen hebben we gezegd van nou, het moet dus eigenlijk minimaal één keer per twee jaar, zowel met enige frequentie moet het onder water kunnen komen staan. Je wil eigenlijk minimaal een week of acht inundatieduur hebben vanaf 15 maart en minstens 20 hectare. Daarom, op basis daarvan heeft hij met een gistanalyse bepaald van nou, waar kan dat eigenlijk nog in Nederland. En vervolgens is er ook nog een toetsing geweest op wat is het natuur- en het waterbeleid in die gebieden. En daar komen dan eigenlijk drie of vier kansrijke clusters uit. Wanneer we hieronder beginnen, dan de Benedenwaal is een interessante plek. Hier de Gelderse Poort rondom Nijmegen is een interessante plek. Heel veel plekken langs de IJssel zijn interessant. En uiteindelijk hier de monding, eigenlijk het Zwarte Water en de delta van de IJssel en de Vecht. Het mooie van deze plek is dat er al bijvoorbeeld wat lagere polders zijn. Daar wordt bijvoorbeeld ook veel met voor kievitsbloem beheerd. Maar dat zijn de net even iets hogere polders. Maar de lagere polders die zijn veel natter. En die zijn bijvoorbeeld voor kievitsbloem niet zo interessant. Maar die zouden wel perfect als een soort overstromingsvlakte kunnen dienen. De IJssel zijn heel veel interessante gebieden, maar die liggen tot nu toe nauwelijks binnen NNN. En daar zijn dus nog heel andere problemen, met name met draagvlak en inrichting. Dus daar zijn grote gebieden die hydrologisch interessant zijn, maar daar liggen nog wel wat andere problemen op de weg. Gelderse Poort, waar we nu dit jaar iets hebben kunnen doen, is heel erg interessant. Alleen een van de problemen is wel dat er natuurlijk insnijding van de rivier plaatsvindt de laatste tijd, de laatste decennia. De rivier komt steeds lager te liggen en dat is met name hier zeg maar wat hoger in Nederland. En dat geeft meteen ook een soort zuigende werking op het water in die overstromingsvlaktes. Dus we hebben gemerkt dat de uitzijgsnelheid in die overstromingsvlaktes, die is wel behoorlijk hoog. Wat dat betreft is eigenlijk die Benedenwaal misschien wel interessanter, omdat daar die rivierensnijding wat minder hoog is, wat minder diep is, waardoor er eigenlijk minder aan dat water getrokken wordt. Het lijkt erop dat met name hier bij de Benedenwaal ook wel goede kansen liggen om dat water heel erg lang vast te houden. Dus ja, de conclusies. Herstel is lokaal op zinvolle schaal absoluut mogelijk. Dus het is niet zo dat we Nederland moeten afschrijven voor overstromingsvlaktes. Ze zullen misschien niet meer zo groot en niet meer zo natuurlijk zijn als bij de Pripyat of andere plekken. Maar het is absoluut mogelijk om functionerende overstromingsvlaktes voor elkaar te krijgen. We hebben speciaal gekeken naar die clustering van deelgebieden, omdat de uiterwaarden aan zich relatief klein zijn. Maar op het moment dat je er verschillende uitwaarden bij elkaar kan clusteren in één gebied, dan krijg je in totaal wel een behoorlijk groot areaal. De soorten zijn over het algemeen die daarvan kunnen profiteren best wel mobiel. Dus op het moment dat je daar een cluster bij elkaar hebt liggen, dan zullen die soorten daar echt wel van kunnen profiteren.
Ja, en om het voor elkaar te krijgen zal misschien hier en daar een gerichte inrichting nodig zijn. Deels bijvoorbeeld voor een maaiveldverlaging, waarbij je ook meteen de gradiënten kan herstellen. En voor een deel misschien moet er ook waterwerken zijn. Misschien moeten er de sluizen hersteld of worden of aangelegd, zoals de Waardse sluis hier bij de Ooi, om het water achter zo'n zomerdijk vast te kunnen houden. Een van de problemen die we misschien zien gebeuren, is dat er natuurlijk wel met kwelwater te maken hebt. En dat kan een probleem vormen in het aangrenzende gebied. En wat dat betreft ligt er waarschijnlijk ook een cruciale rol voor de waterschappen. Voor het eigendom en het beheer van de sluis, maar ook voor die kweldruk en de dijkstabiliteit.